Kevin, gefeliciteerd. Zowel met de overwinning als jouw 100ste wedstrijd bij Rijnsburgs Boys. Dat was vorige week. Het is goed dat vandaag de bloemen uitgedeeld zijn, hè? Ja, dat klopt. Ja, nou ja, achteraf is het een mooi dagje geweest. 100 wedstrijden, na 101 aan. En overwinning, dus ja, mooi dagje. Ja, was het vandaag toch een beetje een revanche voor de kansloze wedstrijd van vorige week? Ja, als je verliest, dan wil je het volgende wedstrijd wel een beetje goed maken. En ik denk dat we best redelijk gevoeld hebben. Veel kansen gehad. En als je een 4-0 wint, dan kan je wel spreken van een revanche, ja. Het enige wat je je kwalijk kan nemen, dat weet iedereen. Je had het heel veel sneller af moeten maken, hè? Ja, dat na een kwartier had het al 3-0 kunnen staan, denk ik. En dan voetbal je wat makkelijker. Maar dat is een beetje het hele seizoen al aan de gang. We krijgen kansen genoeg. Alleen, op zich hebben we best veel goals gemaakt. Maar ik denk als je alle kansen, als je daar 80% van maakt, dan had je nog wat meer goals gemaakt en meer punten gehad. Maar ja, 4-0, dus we moeten vandaag niet zeuren. Leg eens uit hoe dat nu kan, want twee weken geleden won Sneek verdiend van IJsselmeervogels. Vorige week heb jij als Rijnsburgse Boys niets in te brengen bij de Vogels. En dan vandaag loop je met over Sneek heen terwijl zij niks in te brengen hebben. Is dat de waan van de dag? Nou, het is in ieder geval niet uit te leggen. Het is de topklasse, denk ik. En iedere week zijn er weer verrassingen. En als ik eerlijk ben, dan is het op zich een wonder dat zij 1-4 winnen bij de Vogels. En wij vorige week kansloos bij de Vogels verloren. Dus het is waan van de dag. Het is de topklasse. Af en toe is het echt een loterij, denk ik. Ja, je hebt al eerder gezegd, de topklasse dit jaar is heel bijzonder. Ja, waar gaat dit eindigen, deze topklasse, deze jaargang? Nou ja, in ieder geval in mei, denk ik, na 30 wedstrijden. Maar wie de kampioen wordt, ja, er is nu wel een beetje een schifting, denk ik. De onderste ploeg, die moeten nu wel vechten voor degradatie. En de bovenste zijn wel redelijk los, denk ik. Dus nu is er wel een beetje een schifting gemaakt. Maar wie het gaat worden, ik durf mijn geld niet op te zetten. Even wat anders. Weet je al wat jij volgend seizoen gaat doen? Ik ben me een beetje aan het oriënteren. Een beetje aan het nadenken wat ik wil. En ben nog niet helemaal uit. En zodra ik er voor 100% uit ben, dan zullen jullie het snel horen. Maar ik ben er wel over nadenken en aan het overleggen thuis. Want met drie kleintjes dan wordt het ook belangrijk om een beetje te overleggen. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Is het een compliment om te horen, dat heb ik dan gehoord, binnen de medische staf, dat jij een van de meest fitte spelers bent die momenteel in de selectie aanwezig is? Nou, compliment, dat is een feit, denk ik. En ik ben nooit geblesseerd. Ik denk, als ik al mijn schorsingen weg had gehaald, dan had ik denk op 120 wedstrijden gespeeld. Want ik denk dat ik nog geen wedstrijd gemist heb door een blessure of iets. En ik weet niet of dat een compliment is. Dat denk ik de bouw van het lichaam en een beetje mazzel, denk ik. Ja, ik ben geen sprinter, dus spierblessures, dat zal ik niet snel krijgen. En ik weet de schoppen meestal ook wel een beetje te ontwijken. Nou krijg je van alle kanten de complimenten. Deze week ook in de nieuwe site Voetbal in de Bollenstreek. Daar wordt wekelijks door een regionale trainer zijn favoriete speler gekozen. Jij bent de eerste die twee keer gekozen is door de trainer van Katwijk en de trainer van Lisse Zondag. Als je dat dan leest, denk je van ja, dat zijn dan de complimenten waarmee ik toch nog het besluit moet nemen om gewoon door te blijven gaan? Nee, ik zat er los van. Wat ik net zeg, het heeft ook met de thuissituatie te maken en het gevoel wat ik heb bij nog een jaar en... Het zijn allemaal leuke dingen en natuurlijk zijn er complimenten, maar dat staat los van mijn besluit. Wat anders, vandaag de scheidsrechter. Hij staat bekend, hij heeft nu 5 wedstrijden zonder kaarten uitgedeeld te hebben gefloten van de 9 wedstrijden. Ja, de scheidsrechter bepaalt toch echt hoe zo'n wedstrijd dan verloopt, hè? Of niet? Ja, dat moet je aan mij sowieso niet vragen, want het zijn meestal niet mijn vrienden, want we hebben een beetje een haat-liefde verhouding met deze... Had je elke week maar zo'n scheidsrechter. Die laat gewoon doorvoetballen. En het is niet zeiken, maar voetballen. En dat bevalt me wel. Het is niet eentje die alleen maar de regels hanteert. Die laat gewoon lekker voetballen. En zo hoort het, denk ik. Ja, want dat gaat jij het lijstje van de meeste spelers, of het spelen met de meeste kaarten, ja, die voer jij aan, hè? Ja, dat is niet nieuw. Dat is, ik speel voor mij nu 14 jaar of 13 jaar hoofdklasse, topklasse. En ik denk dat ik al vaker dat lijstje aangevoerd heb. Ja, dat is niet nieuw. Ik ben nu volgende week word 35. Dat zal je er niet meer uitkrijgen ook. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de positie waarin je speelt. We liepen onderin te voetballen. En dan dat is even wennen. En dan doet dat wat met je, denk ik.
Hey, voordat je bij Rijnvechtse Boys kwam, die vier voorafgaande jaren, werd jij ook vier keer kampioen. Je werd ook een keer zaterdag kampioen, een keer algeheel kampioen met Lisse, een keer met IJsselmeervogels. Ja, nu vier seizoenen bij Rijnvechtse Boys. Je moet toch ook een keer een prijs met Rijnvechtse Boys gaan pakken. En zit het er dit jaar niet in, dan moet het toch gewoon volgend jaar gebeuren, Kevin? Ja, je bent aan het vissen, vind ik mooi, maar... Nou, je hebt de selectie om volgend jaar gewoon bovenin mee te doen. Er zijn met sleutelspelers zijn er langdurige contracten zijn er afgesloten. En dat is denk ik een goede zaak. En er wordt nu al een beetje gebouwd aan een elftal wat jaren mee kan, denk ik. En of ik daarbij hoor, dat hoor je snel genoeg, denk ik. Heel Rijnsburg hoopt het. Nou, dat is een compliment, maar dat staat los van mijn besluit. En zodra ik er helemaal uit ben, dan zullen jullie het snel horen.